In de volgende race zien we een Canadees waar we nog nooit van gehoord hebben. Gregor Jelonek. Ik wil wel even zijn woonplaats noemen omdat ik hem alleen zo mooi vind. Dollar Desormeaux. Dat is in Quebec. Het is een Frans-Canadees. En deze Mr. McGoo is Mark Greenwald uit Park Ridge. Een schaatsstadje. Short tracker. Tot en met die nu ineens doorgedrongen is tot het afstandsschaatsen. 14e rit. Twee onbekenden voor ons. Zeker de Canadees. Gregor Jelonek. Die Greenwald heeft hier al een leuk ritje gereden. Dat was het 3 dagen geleden. Toen waren we bepaald allemaal zeer verbaasd door zijn optreden. En eens kijken naar wat die Canadees kan. Die ook van het shorttrekken afkomt. En die vaak in Sainte-Foy rijdt. Daar waar de meeste Canadezen hun ijs kiezen. Opening in 24-4-55. Dat kan. De Amerikaan doet het heel voorzichtig in 25-66. Niet helemaal afgemaakte slag van die Jelonek. Alles wat maar een Canadees trainingspak aan heeft, vecht op het ogenblik tegen het idee dat ze niet kunnen winnen. En 600 meter gaat voor Jelonek in 52,99. Dat is goed hoor, 53,70 is dat voor Greenwald. Ooit gehoord van Gregor Jelonek. Maar ja, nu gaat het al in elkaar bij hem, nu komt hij niet meer vooruit. Twee merkwaardige armbewegingen met rechts. En op de kruis kan Greenwald bij hem blijven. Nu heeft hij zijn ritme weer te pakken. Heel gek wat er daar gebeurt op die kruising. Houdt hij het? En hoe dicht komt hij in de buurt van een toptijd? Ja, 100 meter voor Jelonek gaat naar 1.22. Nee, naar 1.23 zelfs. 1.23.17. En met 30-1 komt hij dan tekort. Maar het is toch aardig dat Jelonek er is. Hij ligt 1,5 seconde nu achter. En nu gaat de kaars uit. Ziet u het? Ziet u het? Mochten ze hier een leuke 1100 meter rit gemaakt hebben, dan had hij goed gereden. Maar het bewijs ligt dat hier Greenwald voorkomen onder hem doorduikt. En die Jelonek is stuk als wat. Die staat bijna stil en Greenwald eindigt in 1.54.64. En Jelonek in 1.56.37. Als ze hoeveel ruzie ze dan ook hebben in dat kamp, terwijl daar Dan Immervall even langs stond. Hoeveel ruzie ze dan ook hebben, ze hebben toch met die...